Verder met de volgende oefeningen. Oefeningen op geneste als functies. Geneste functies wil zeggen dat je niet één functie hebt, maar verschillende functies in elkaar verweven of genest. De top 100 herkenbaar uit de vorige reeks. Wat moeten we nu gaan doen? Gebruik een geneste als functie, dus meerdere als functies in elkaar. Gena of het liedje gestegen, gedaald of gelijk gebleven is ten opzichte van het vorige jaar. Dat ga ik eerst al een keertje testen. Ik hou me nu nog niet bezig met die plus, min en die nul. Ik zal dat zo dadelijk wel aanpassen. Dus ik ga testen of hij gestegen, gelijk gebleven of gedaald is. Dus opnieuw bouw ik die functie. Ik zal de functie assistent ervoor gebruiken. Jullie typen als, ik type if. Volgende, wat ga ik testen? Net hetzelfde als daarstraks. Als deze waarde B3 kleiner was dan vorig jaar, dan kregen we dat het liedje gestegen was. Gestegen, zo. Wat in het andere geval? Dan kan die ofwel nog gedaald of gelijk gebleven zijn. Het handige aan kalk is dat je hier opnieuw op fx kan drukken om de volgende functie weer opnieuw op te bouwen. In Excel moet je dat zelf moeilijker verder typen. Ik vind dit een absoluut voordeel van kalk. Dus ik heb opnieuw een als functie nodig, want ik ga opnieuw iets testen. Dus ik druk op fx, hier de typen als, ik type if, daar is hij. En ik ga opnieuw testen. Stel nu bijvoorbeeld dat die twee gelijk zouden zijn. Dat zou ik nu kunnen testen. Als B3 gelijk is aan A3. En wel in dat geval, als ze gelijk zijn, dan noem ik het gelijk gebleven. In het derde geval, dus we hadden eerst al eens getest of die gestegen was, nu of hij gelijk gebleven is. In het derde geval blijft eigenlijk alleen gedaald over. Je ziet hier dat de functie samen opgebouwd is. Ik druk op OK en ik krijg gelijk. Ik ga dat eventjes doortrekken om te testen. Hier staat er eentje gestegen, die staat nu op 2, vorig jaar op 3, dus die is inderdaad gestegen. Ik ga er eens een gedaald uitzoeken, dit jaar op 15, vorig jaar op 12, dus eigenlijk 3 nummertjes achteruit gegaan. Nu, in de opgave stond niet dat we gelijk gestegen en gedaald moesten gebruiken, maar dat we plus, min of 0 moeten doen. Dus ik ga dat gewoon bovenin aanpassen in mijn formule. Ik duid de eerste aan. Het woord gestegen, daar dubbelklik ik op en dat noem ik vanaf nu het plusteken. Gelijk gebleven duid ik ook aan. Gelijk wordt een 0. En gedaald wordt blijkbaar een minteken. Zorg dat die tussen die aanhalingstekens staan, want anders wil je daarmee gaan rekenen met die plus en die min en die 0. Dus ik duid die aan. Pak de formule vast. Doorkopiëren tot beneden. En je gaat duidelijk zien wanneer er een plusje, een minneke of een nulke staat. Oefening klaar. Jullie bewaren uiteraard wel. Ik bewaar niet, omdat ik maar de oefeningen voor het doen ben. Volgende oefening gaat over voetbalshirts. Even openen. Een voetbalclub wil de spelers verrassen. Hij gaat zelf moeten berekenen aan de hand van de grootte van de speler of het shirtje een small, medium of large moet zijn. Small gaat tot 1,70 meter. Medium gaat vanaf 1,70 tot 1,90 meter. En large is alles groter dan 1,90 meter. Dus we gaan een als-functie gebruiken, een geneste als-functie uiteraard. Druk de functieassistent in. Jullie typen als, ik type if. Ik ga eerst testen of hij kleiner is dan 1,70 meter. Dat lijkt me al gemakkelijk. Dus als de lengte kleiner is dan 1,7, dan zou hij als t-shirtje een goed kijken, een small moeten krijgen. In het andere geval gaan we opnieuw moeten testen. Want we moeten testen of die nog altijd kleiner blijft dan die 1,90 meter. Dus ik ga opnieuw op fx drukken. Als of if. Een volgende. Nieuwe test. Als nu die lengte kleiner is dan 1,91 meter. Hè, want het is tot aan de 1,90 meter. Dan wordt het een medium shirt. En in de andere gevallen zal die groter zijn. Dan wordt het een large t-shirt. Oké. Small. Doortrekken naar beneden. Ik ga even die kolom ook de nodige rand weer teruggeven. Zo. Small, medium, large. Dus eventjes kijken. Inderdaad, groter dan 1,90 meter. Large, hier 1,85 meter. Dus medium. Dus die oefening is ook af. Sluiten. Niet bewaren jullie wel. De laatste oefening gaat over BMI berekenen. Hier staat de functie van het berekenen van BMI. Je moet berekenen wat dat de BMI is. En dan aan de hand van de BMI, meegeven wat het resultaat is. Of iemand te licht, gezond, te zwaar of veel te zwaar is. Dus eerst de BMI. BMI is massa gedeeld door de lengte maal de lengte. Of de lengte maal zichzelf, natuurlijk. Dus lengte macht 2. Dat ga ik gebruiken.
Dus die, hier heb ik een formule nodig, is gelijk aan de massa, die staat hier. En dan gedeeld door, en dan heb ik nodig de lengte maal 2. Of de, niet de lengte maal 2, sorry, maar de lengte maal de lengte. Dus wat ga ik doen? Ik ga een rond haakje openen en ik ga zeggen dit hier tot de tweede macht. Je kan ook doen B9 maal B9 en dat komt op hetzelfde uit. De BMI is berekend. Ik trek de formule naar beneden. Ik ga wel wat minder cijfers achter de komma doen. Ik ga een aantal keren drukken. Voilà. Of zo ergens iets. Zo is prima. Het resultaat. Dan heb ik de als-functie nodig om dit te berekenen. Dus ik druk als. In mijn geval if. Volgende. Ik ga testen als de BMI nu minder is dan 19, dat zie je hier, dan gaat hij te licht zijn. Dus ik zeg minder dan 19, dan is de persoon te licht. Te licht, zo. In het andere geval gaan we opnieuw moeten testen. Dus ik druk op fx, als, daar staat hij. Als datzelfde, diezelfde BMI nu eens kleiner is dan, eens eventjes kijken, dat loopt hier tot die 26, dus ik ga zeggen kleiner dan 26, dan is die persoon gezond, gewicht moet er dan komen, zo. In het volgende geval kan nog twee keer, nog een keertje moeten testen, of hij het BMI heeft hoger dan 30, dus dat ga ik opnieuw testen. If of als, de test als de BMI nu nog altijd kleiner is dan 30, we gaan hem op 30 leggen. Eigenlijk is er zo'n beetje tussen. Het had ook 30,5 kunnen zijn. Wat gaan we ervan maken? Ik ga het op 30 houden. Kleiner dan 30, dan gaan we zeggen te zwaar. En in het laatste geval is hij helaas veel te zwaar. Zo, we gaan even de formule testen. Druk op OK. Iemand zou een gezond gewicht hebben. Dat klopt. Even kijken. 26,5. Dat komt hier. Dus dat is te zwaar. 17,4. Dat ligt hier. Is te licht. En de 35,3 ligt duidelijk hier. Dus dat gaat te zwaar zijn. Zo. Dat waren de oefeningen. Even controleren. Van 15,3. Ja. Op naar de volgende.